welkom bij Kooi TV. Vandaag weer een, sinds lange tijd een vijverbouwfilmpje. Gewoon een vijverbouwfilmpje in Nederland, niet in Griekenland, maar gewoon hier in Nederland. Bij Wouter, die is, ik denk dat we een paar jaar geleden, het filmpje dat is online en dat is heel succesvol. We hebben een mooie vijver gebouwd met een trommelfilter en een zelfgemaakt bewegend bed filter. Nu is Wouter, ze zijn verhuisd en hij gaf aan van wil je er nog eentje bouwen? Nou, dat willen we wel. Helaas de bouw van de vijver zelf, maar dit zal je zo direct zien. Dus het framewerk en sandwich panelen. Dat is al gedaan, zonder camera, want toen was ik in Griekenland. Maar dat is wel heel goed, geworden ook. En nu gaan wij het filter aansluiten. Een groot filter, een combinatiefilter met een enorme bakkie shower erop. Of een bakkie shower, een prikkeltrouwer erop. Dus die gaan we vandaag aansluiten, leidingen leggen in de vijver, doorvoeren maken. En dan hopelijk woensdag de folie leggen. Dat gaan we ook zelf doen, want dat is een makkie in zo'n vijver. Dus dat gaan we doen en dan is hij wat ons betreft alweer klaar. Want Wouter die gaat net zoals bij de vorige vijver zelf de randafwerking maken. Voor de rest alles, alles doen. Maar nou ja, kijk er naar uit. Kijk eens. Huh? Kijk eens, op een bak. Helemaal top. Dubbele kraag. Met aan de binnenkant nog eens een keer flensen. Die erin in zitten. Dat gaan we goed. En doen wij hier. Deze gaan we er even uithalen, de bovenste. Want de bodemdrain en de skimmer moeten nog in. En dan gaan we hier. Is de trommel. De XL 35. Kijk eens, wauw, de XL 35, 3035 met een bakkie sjouw erop, enorme bakkie sjouw erop, helemaal goed, zo gaan we maken. Deze oppervlakte kan één bodemdrain is genoeg. Dat is de retour. En dan komt straks nog de skimmer. En nu kijken of we die eronder door kunnen werken. De vijver staat, dat is de bedoeling, zo dicht mogelijk tegen de schuur aan. Dus dan moeten wij nog eventjes een bochtje tussendoor werken. Maar ik denk dat het goed lukt. U weet. De bodemdrain zit erin. De retour 110 zit erin en je ziet nu een beetje gek, maar dat is de skimmer die er straks aankomt. Die zit erin, of het gat zit erin, gat in de muur zit erin en nu een T-stuk zodat we leidingen er doorheen kunnen werken, een luchtleiding en dan luchtleiding dan erop en dan de skimmer. Dat wordt nog een uitdaging.
De invoer zit er allemaal op. De retour naar het... retour. De afval hebben we ook al helemaal klaar. Moet alleen nog opgezet te worden. Woensdag gaan we deze doen. Die aansluiten. En dan de folie leggen. Dezelfde dag. Maar dat is appeltje eitje. De vulling in de bakjesjouwers. En dan vulling in de bakjesjouwers. Vulling in de pomp doen. Of in de trommel. Nou, in het bewegend bed compartiment. En dan kan deze ook draaien. De controller. Ben ik nog heel even kwijt. Ik zal hier ook ergens leggen. En de... En natuurlijk de bodem erin leggen. Dag 2, hetzelfde deel natuurlijk. Dag 2. Ik ben vandaag in mijn eentje. Maar dat gaat lukken, want het filter is eigenlijk grotendeels al aangesloten. Alleen nog de pompzijde, hè, dus naar de trikkels en naar de vijver toe. En dan de folie leggen. Ja, dat gaat vandaag ook wel lukken. Dat is een 3D zak, dus ik moet de bodem nog prepareren en de bodemdrain erin lijmen. En dan kan de 3D zak erin en die komt vandaag op locatie aan. Dus ik, zodra die binnen is, ga ik daarmee aan de gang. Zo. Mijn waterpank hangt er nog. Nou, de bak staat er ook nog steeds. Nu wat rustiger, mooi weer. De pomp. Ja, dus de ingang. De Blue Eco wordt gesplitst. Het is belangrijk dat je water echt genoeg contacttijd heeft in je filter. Dus hier twee pompen is echt niet nodig. Dit is de Blue Eco 340. Dus die kan wat hebben. Getrokken bochten en anders, zoals in dit geval, kon het echt niet anders. 2x45 heb je een hele mooie flow. En dan gaat hij hier naar boven. Dit kastje gaat er denk ik af. En dan gaat hij er hierop. En dan zit deze kant er ook in. Dan is het nog het riool erop werken. En dan de folie. En het is nog even wachten op de folie. Als het goed is om 2 uur wordt hij geleverd. Je moet natuurlijk twee kranen hebben als je zo'n pomp splitst tussen de trikkel. Let op, dit is een trikkeltoren en geen bakkieshower. Tussen de trikkeltoren en de retour naar de vijver. Dan is het belangrijk dat je natuurlijk twee kranen, want ja, het water gaat liever zo rechtstreeks de vijver in. Want de trikkel is een goede meter hoger dan het waterniveau. Dus er moet een kraan tussen. Nou, ik heb een kraan ertussen. Die ertussen. Ik lijm de tussenstukken lijm ik wel alvast, maar altijd aan het einde. Ja, dus ik ga eerst zo'n gedeelte doen en dan het begin en het einde. Dat wacht ik eventjes mee met lijmen. Dat doe ik aan het einde, zodat ik hem goed mooi recht kan hebben. Dan zet ik een streepje. Dan nog de eerste kraan erop. Nou, de vissen die zwemmen, hè, die hier in deze vijver horen, die zwemmen al bij mij. Die zwemmen al in mijn faciliteit. Zodra dus het water gevuld is, dus het filter loopt, gaan we nog eventjes opstarten. En dan na een poosje gaan we de eerste, het zijn denk ik een stuk of 12 vissen. En dan gaan we de eerste vissen gaan we doen. Nou. Kijken of Wouter heel erg gehecht is aan zijn vingerskastje. Ik denk dat hij wel naar het museum mag, want dan kan ik zo hier heel mooi, oh, komt het mooi uit, een rechtstukje naar boven doen. Anders gaat het zo niet. Zonder het kastje lukt het wel, anders niet. Zo, die zit erop. Zorg dat je altijd je trikkel met een driedelige koppeling maakt, hè, zodat je hem kan
ja, losmaken om hem zo direct in dit geval te vullen, maar ook een keertje om te inspecteren of als je andere vulling opeens wil of wat dan ook, dan moet je hem wel makkelijk los kunnen krijgen in plaats van dat je moet gaan zagen. Dus dat zijn die. Die stopcontacten zijn trouwens niet werkzaam, hè? Met het water zo, dat is een beetje linker. Dus die staan niet aan. Nou, deze kant is goed. Nu het riool. Staat er ook zo in, alsof het voor gemaakt is. Loopt meteen, loopt al wat schuim uit, uit de uitvoer van het filter. Hè. Dus meteen heb ik hem ietsjes naar me laten verzakken. Zodat er geen water in me laat staan. Want ja, dat is natuurlijk water wat echt niet goed is. Als dat in die goot blijft stilstaan, is niet goed. Dus dat is mooi dat dat zo loopt. Alles dicht. Nou, oh ja, nu de kast ophangen. Van de Red Label, voor de mensen die het nog niet hadden gezien. De Red Label controller. De Profi controller. Dus met, ja, dan kun je gewoon makkelijker het waterniveau digitaal aanpassen. Nou ja, van allerlei dingen kun je ermee doen. Die zit erop. En nu dus de voeler moet erin. En de andere stekkers. Hey, dit is dus niet meer met een flottertje of wat dan ook. Hey. Dit is gewoon op oliebasis of vloeistofbasis. Die moet erin bij de pijltjes. Dan zijn ze denken van ja, waarom heeft hij dat niet gedaan voor al die leidingen er zaten. Het is natuurlijk een gevoelig gedeelte. Dus dat doe ik echt op het laatste moment. Zodat ik zeker weet dat er niet meer geklooid wordt bij die opening. Dus die gaan we erop maken. Er zit erop. Er zit natuurlijk een kabel is erbij geleverd. Die gaat erop. Zorg dat je hem er recht in draait. Hè, want als je het schroefdraad daar stuk maakt. Een heel ding om dat weer mooi te krijgen. En dan gaat hij er gewoon goed op. Niet knoert vast. Gewoon dat hij tegenaan zit. Dat is voldoende. Nou, de kabel erop. Moet ik even met twee handen doen. Anders dan druk ik de... Zo. Die zit erop. En dan de andere kabel is hier. Die gaat hier erop. En dan is het ook aangesloten. Echt simpel. Ook erop. Nou, dan heb je hier de drum stekker. Die zit ernaast. De spray en de pomp. Die gaan we. Die kabels. Hoop ik dat we die afstand redden. Ik denk het wel. Dus dan is de Blue Echo, die gaat dan, en natuurlijk komt natuurlijk daar straks de koppeling erop, deze hierop. Helemaal goed, even controleren of hij, ja, helemaal goed, nou die erop. En dan de blauwe kabel van de Blue Echo erop. Folie zit erin. Nu zie je nog allemaal kreukels natuurlijk, maar als hij straks 5 cm water in is, dan kunnen we hem mooi recht strijken. Toppie. Ga ik hier nog vulling in doen. Vulling in de trommel natuurlijk, of in het bewegend bed. Deze vult nu. Dat staat natuurlijk nog uit. En deze gaat... ja, dan moet je kijken hoe lang dat duurt. Maar het is ook wel even goed om... voor de tijd, dus eventjes die leiding te spoelen. Daar is natuurlijk wat blubber ingekomen. En dan dat eruit halen. Dus dat gaan ze straks nog doen. En de folie, maar dat zul je straks zien. In het volgende, nou niet het volgende deel, maar later in het filmpje. Dan zul je zien dat die folie er super strak in zit. En natuurlijk, sorry. Er zitten twee doorvoeren, links en rechts, aan de zijkant. Maar omdat het juist aan die kant zo drassig is, dan zakt die grond nog een beetje. Dus dan wil ik eerst zien hoe ver die grond zakt. En dan kunnen we de twee doorvoeren doorheen maken. Goedemorgen. Lekker vroeg. Natuurlijk eerst altijd inspectierondje in de kas. En de spullen opgehaald, filtermateriaal voor Wouters en Vijver. Folie zit erin, water zit er voor een groot gedeelte in. Maar nog wel dat ik erin kan met mijn waterpak. Ik ben de bodem erin vergeten. Met mijn waterpak, dus ik ga nog even terug.
Want ja, de bodem erin gaat erin, de doorvoeren gaan er erin. Hè. Die doorvoeren die doen we altijd, we vullen altijd de vijver, zij doorvoeren. Vullen we altijd als de vijver, doen we er pas in als de vijver eventjes met water erin heeft gestaan. Zodat die folie mooi heeft kunnen zakken, hè. Dat die niet aan de wanden hangt of dat die niet aan de doorvoeren hangt als je het er al erin maakt. Dus die ga ik zo direct erin doen, filter vullen en nou, opstarten gaat niet lukken, maar dat kan Wouter zelf, want die is dit filter, of dit is, die is dat filter al gewend. Dus dat gaat makkelijk en dan gaan we natuurlijk later nog een keer terug om te filmen. Deze was ik vergeten, in plaats van de klep van de bodem erin komt er een rooster op, zoals wij ook allemaal hier in de kas hebben en heel veel mensen in de vijvers. Goede doorstroom, geen last van ophoping van vuil in je bodemdrain of om het staafje van de, hè, om de pilaar van de bodemdrain. Dus dat gaat helemaal goed. Dus die gaat erin. Nou, joh. Dat wordt helemaal te gek. En dan daarna, na deze klus, moet er een ochtendklusje zijn van 1,5 uur ongeveer. En dan richting Jur. om daar te helpen met de trommelfilter aansluiten. Dus lekker dagje vandaag. Nou, dat ligt er super gaaf in. En je ziet nu natuurlijk nog bovenwater. Een vuiltje, maar vuiltje. Maar die. Dat gaat natuurlijk druk weg, net zoals onderwater is super strak. En nu kan ik dus daar de doorvoer maken. De skimmer en de retour. En natuurlijk de vulling. Nou, eerst even kijken, want er was de. Ik zag. Oh. Kut. Oh nee. Oh, wat een helder zijn het. Dit dingetje zag ik eerder deze week op de bodem liggen, maar dat hebben ze er al uitgehaald. Dat is helemaal goed. Deze, hier komt natuurlijk de luchtpomp op. Een grotere luchtpomp op. En dan de. Natuurlijk ook nog op de vijver. Uiteindelijk. Nou, bodem erin, rooster. Simpel om te doen. Hè. Dit is de rooster, er zitten 4 lipjes aan. Met de waterpomptang. Even zo ertussen en dan gewoon 1 keer dit doen. Meer is het niet. En past altijd. Zo. 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 En dan past die op de bodemdrain. Dus die heb ik nu ook klaargemaakt. Waterpak aan en erin. Nou, in de vijver. Leg altijd even een plaatje hout neer, jongens, als je je laddertje in de vijver doet. De bodem is nu keihard, zeg ik. Ja, toppie. He, dus de bodem. Ik leg wat zand op de. Ze hebben al helemaal aangevuld, dus er is wat zand ingewaaid. En wat zand misschien een keer er een beetje ingaan. Maar de bodem is nu super hard. Je ziet wat ik bedoel, hè. Dus dit klemmetje heeft vastgezeten. En dan zie je dat hij gaat trekken aan de folie. Nou, ik moet hier een doorvoer maken. En dat is natuurlijk mooi als die folie, die hoek mooi recht zit. Alles goed recht. Zo zonder spanning erin maken. En deze hoek die kan nog die kant op. Dus dat gaat helemaal goed. En dat is aan deze kant hetzelfde. Die zal ongeveer hier zitten. Die is nog dicht in. Dat is wel een spannende. Maar gaat lukken. Ja, dat gaat lukken. Ja, toppie, de materialen. En je moet best snel zijn, want het is koud water. Koud water. In de folie, veel kleiner dan het gat van de doorvoer. Ja, dus dat je veilig zit. En dan ga je, in eerste instantie kijk ik dan waar het gaatje zit. Maak ik even schoon zo direct. Maar waar het gaatje zit. Dat ik weet, normaal zorg ik eigenlijk dat precies onderop zit.
Hij zit dus ietsjes uit het midden. Maar dat komt goed. Beetje kit rondom natuurlijk. Hier ook op de ring. En dan is het gaatjes zoeken. Nog gevonden. Als je het met de schroefmachine doet, zorg dan dat de schroefmachine op een stand staat dat hij niet te hard aandraait. Anders breek je ring en als je folie is of de vijver is lek. En je doet hem niet helemaal vast. Dus je houdt hem eerst de eerste. Zo. Natuurlijk een stuk makkelijker vinden. Je zet een ring, voel je en dat hij rondom er tegenaan zit. Dan het tweede gaatje vinden. En nu is het simpel, maar dan ga je om en om. Dus je gaat nu hier, 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 hier. Dus om en om. En dan het laatste doe ik handvast en dan is hij helemaal goed. Snij ik hem met de Stanley mes netjes rondaf. En natuurlijk even de overige kit eruit. Doorvoer zit erin. Helemaal goed, waterdicht. En zorg ervoor dat deze binnenkant, dat zal ik straks nog een keertje extra doen, dat daar zo min mogelijk kit in zit. Want als je er ooit een keertje een doorvoertje of een stukje pijp in wil hebben met een bochtje naar beneden, dan is dat heel erg vervelend als daar een beetje kit in zit, want dan past dat gewoon heel lastig. Dus dat is belangrijk. Nou, schroefjes zijn RVS. Dus dat is helemaal goed. Kit ook eraf. En dan, deze is helemaal klaar. Volgende. Deze. De twee doorvoeren zitten erin. En ik heb meteen de skimmer. Die lijkt me een beetje scheef te zitten. Die lijm ik nooit natuurlijk vast in de doorvoer. Dus die zit gewoon erin gedrukt. Deze, als hij maximaal is, dan is hij hoger dan de vijverrand. Dus hij kan nooit, de kop kan er nooit afdrijven. Die is helemaal goed. Oh, de rooster zit erin. De rooster heb ik erin gelegd. Nou, dat is echt, dat kun je zelfs in een volle vijver heel makkelijk doen met een hark of met een. Ja, ik was er natuurlijk net in, maar heel simpel. Dus dat is helemaal goed. Ladder mag eruit. En dan mag hij verder gevuld worden. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat hij. Ja, ik denk dat Wouter daar ook heel blij mee is. Dat hij verder gevuld gaat worden. En dat het filter binnenkort aan kan. Nou, over een dag of twee. Vandaag is het vullen van de trickle tower. En natuurlijk nog het verder vullen van de. Van het filter. En dat doe ik straks wel met water in. En beluchting, zodat het filter wel blijft leven. Hè? Want ik voorgeënt. Dat zou zonde zijn. Die gaat zo. Ik ga deze eerst. En daarom is het belangrijk dat je dus zo'n driedelige koppeling. Want je moet af en toe dus je trikkels eraf kunnen halen. Om bij te vullen. Of wat dan ook. Wat je wil. Natuurlijk van Red Label. Mooi gebouwd. Dubbele bodem. Hè. Dat is echt belangrijk jongens. En die, zoals je kunt zien in de laatste kamer. De onderste kamer is een dubbele bodem. Zodat het... het medium, in dit geval de Midori, erop ligt en dat het vuil er doorheen valt en weer terug in het bewegend bed gaat. Dus die is helemaal goed. Die ga ik dus nu als eerste uit deze laag als eerste vullen. Ik gebruik Midori, Far Infrared. Deze of de dikkere, dat kan alle twee. Stevig, heel goed doorlaat vanavond. Houdt geen vuil vast, dat is heel belangrijk. Het stevigheid is heel belangrijk. Er zijn allerlei andere merken op de markt met een groef erin. Dat valt op een gegeven moment uit elkaar. Deze is stevig. Ik kan best een keertje eentje breken, maar het wordt niet verpulverd. Random erin, als een soort micro in de bakkie sauer of in de trickle tower in dit geval. En dan heb ik de minste kans op vuilophoping. En ik heb nog steeds heel veel materiaal wat erin zit. Meer en meer dan genoeg hier gaan. Wat was het? 16, 20 dozen van 10 kilo gaan hier makkelijk in. Nou, de eerste laag. Thank you.
Zo. Zoals gezegd, het maakt niet uit of je nou die smallere of die bredere doet. In zo'n grote triple tower als deze gaat het helemaal niet kwaad om ze... Om die dikkere te gebruiken, helemaal niet. Kijk, heb je een klein, heb je een mini trikkeltje. Of ja, dan is het wat handiger om dat kleinere spul te doen. Maar het maakt dus ook niet uit. Dus ook in een grote kan gewoon de smallere. Nou, je ziet, ik laat er eentje vallen. Dat is nog steeds. Steeds intact. He, dus het is zo stevig, dat is voor mij echt super belangrijk. Nou, op sommige plekken zal het water, dit is een trikkeltoren, zal het water valt maar een klein stukje vanaf de volgende laag. Maar er zitten, omdat die in micro ligt, liggen er ook diepere stukken, dus dat regent mooi door. De volgende laag kan ik er nu op gaan doen. Nou, deze is natuurlijk deze bodem. Is helemaal van gaas natuurlijk. He, dus alleen de onderste, die heeft een 110 die weer teruggaat in het bewegend bed. Dus je krijgt wel een circulatie in de opstelling zoals ik het nu heb gedaan. Dat je, nee, in iedere opstelling zoals ik het nu doe. Hij valt terug in het bewegend bed. Dus het water wat uit het bewegend bed gedeelte, dat gaat weer terug daarin. Komt nog een keertje langs het bewegend bed. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dus dat kan hartstikke goed. Eigenlijk, bij alle systemen die ik ook bij mij in de winkel draai, gebeurt dat zo en dat met succes. Ik spoel ze niet af. Ze zijn niet stoffig. Als je ziet hoe weinig stof er eigenlijk in blijft liggen, dat is echt bijna niks. Dus dat gaat helemaal goed. Deze weg. Deze zijn in kooihuis.nl te vinden, de Midori. Voorraad is op dit moment, ja, het is nog wel goed, maar het gaat hard. Dus als je denkt, ik ga een keer een trikkeltje doen, zorg ervoor dat je genoeg hebt, dat je op tijd hebt besteld. Nou, die... extra bewegend bed zit erin, daar gaat straks nog wat water bij. Af en toe een beetje voeding erbij. De trikkel zit vol met spulletjes. Je moet alleen eventjes, die was ik vergeten, maar dat hebben we ook niet nu meteen nodig. Voor de luchtpomp. Dit zijn luchtpompen die al... hier waren, die hebben een andere aansluiting. Dit is een kleintje hoor, maar we hebben ook nog een grotere staan. Maar daar komt natuurlijk zo'n rubber verloop op. Trikkels. Ja, dat moet natuurlijk nog opgestart worden. Maar ja, dan moet eerst de vijver gevuld worden. Hier. Nou ja. Je kan, denk ik, later. Maar ik denk dat het handig is als er iemand bij is. Dus ik vul hem nu niet aan, ik doe hem niet aan. En dan straks komt Wouter of Annette weer. En dan komt het helemaal goed. Oh. Hij is vol. Hij is vol. Ik heb hier een hand, is hier zo. Vijf is vol, mooi waterpas. Dat is ook wel belangrijk. Altijd spannend. Nee, niet echt. Ik ga zo direct het filter opstarten.
Eerst natuurlijk alles controleren of alles droog blijft. Er was een kogelkraan. Die was niet goed aangedraaid, dus die lekte wat. Vandaar dat het water hier staat. Ik ben blij dat hij me geïnformeerd heeft daarover. Ja, helemaal goed. Dus nu alles controleren, alle kranen controleren, alle koppelingen controleren. Zorgen dat de kranen allemaal goed staan. Nou, ik ga het zien. Nou, je ziet, er komt heel veel vuil uit en dat is wel mooi met de extra large versie, dat je in deze ruimte meer ruimte hebt en dat je dus gewoon even een dompomp erin kan hangen. Dat is natuurlijk het eerste water wat uit de bodem erin komt. En er zit een enorme hoeveelheid bende in zo'n buis. Dat komt er toch in. Ik moet wel even dicht doen. Blijf je pompen. En het is belangrijk als je een filter opstart dat je ook meteen weer de tuinslang erin hangt. Want je zit natuurlijk met dat je, ja, dan gaat weer 500-600 liter zeker. En dan misschien wel een kuub water in de bak. Pomp nog even leeg. Ziet het er zo direct mooier uit. Dan hoef je natuurlijk, hè, wij zijn de eerste vijver, hebben we het gewoon laten gaan. Maar dan ben je toch alweer een weekje verder voordat dat hele fijne, dus die klei, voordat dat er helemaal uit is. Dus ja, nu eventjes wat extra werk, maar dan wel een heel mooi resultaat. Nou, hij zal nog wel een beetje mistig worden, maar het meeste is er nu uit. Ik heb echt een aantal, en ik denk dat er wel een kuub uit is om het even te spoelen. Lekker, ik kan er een beetje uit om hier. Het is niet meer één dikke drap. De vissen gaan natuurlijk ook niet meteen in, dus ik kan wel eventjes wat rondoppen. Nou, eerst kijken, deze gaat goed. Skimmer open. Bodem erin open. En het loopt zo hard vol dat deze gewoon nog niet vult. Dus hij houdt wel het heel veel tegen, maar je ziet, er is wel wat mist achter. De helix is nog vochtig, hè? Er zitten de bacteriën in en er zit ook wat voeding doorheen. En jeetje, ik had niet gedacht dat hij er nog zoveel zou tegenhouden. Gaan we deze aandoen, de stekker zit erin. Die aan. De deksel is open. Dan hebben we een trucje. 1, 2, 3. Zo. 5 keer of 6 keer of 7 keer op 5 drukken. En dan gaat die gewoon zijn ding doen. Dan moet je dus wel oppassen dat je niet met je armen hier tussen zit en zo. Maar het is wel makkelijk om te kijken hoe je werking is van de trommel. Ik zal hem. Even kijken, wil die? Circulatie uit. Dat klopt. De deksel is open. Bypass switch. Even kijken. Nou, even de grote camera erbij gepakt. Je ziet dat die echt al een heel eind water nu mist. Want er gaat gewoon 1000 liter in het filter. Dus een groot filter. En ik heb hem natuurlijk net gespoeld. Hij staat nu nog open met de klep. Hij staat nog stil. Hè, de gewone pomp staat nog stil.
En nou, die ga ik eventjes opstarten. Kijken wat er gebeurt. Hij zal zeggen, ja, het is te laag. Dan moet je kijken wat het zand er uit de bodem komt. Nou, je ziet, vijver draait. Het wordt wel wat mistiger, maar gaat goed. Hij is hier. Het water is nu 10 centimeter gezakt, maar vullend natuurlijk. Het mooie van deze kast is, want nu zie je dat deze iedere paar seconden reinigt. Wat ik nou doe, is dit. Ik zal hem helemaal verwachten dat dit gestopt is. Gestopt, kijk, hier kun je zeggen, dus hij staat eerst op 0, dat is het nulniveau. Dan kun je zeggen van nou, mijn vijverwater is, zeg even, 10 centimeter lager. Stel dat je vijver ooit een keer verzakt. Of als je besluit om wat minder water erin te doen. Dan is dat met deze voeler en met deze kast heel makkelijk te doen. Dus hij staat nu op min 10 centimeter. En dan zie je ook dat deze meteen een stuk minder aan het aan het rommelen is. Hè? Dat, dus, rommelen. Die stuk minder aan het spoelen is. Nou, gaat goed. Ik ga natuurlijk nog het lucht aansluiten. En we kunnen deze opengooien. Dan gaan we zorgen dat die. Die staat nu op 28 watt. Dat is een beetje te gek. Zo. Dan gaat de trickle die begint te lopen. Dan kan natuurlijk nog een stuk harder. Oh, kan nog een stuk harder. Dus nu staat hij op volle vermogen. Dan gaat de trickle gaat lopen. Ik weet niet of je dat kan zien. Dat is fantastisch. Ik denk zelfs dat we deze ook nog wel ietsjes kunnen. Hier begint hij dus, dat is het beginnetje natuurlijk, hier begint hij het water uit de trickle weer terug in het bewegend bed te krijgen. Kijk, dan begint nu steeds meer te lopen, moet eventjes op gang komen. Dit is fantastisch, dit is echt een. Niet alleen het randje, maar het is echt een volle straal. Dus dat is helemaal gek. Dan mag zelfs de kraan naar het filter toe, naar de vijver toe. Mag nog ietsje meer open. Dat is fantastisch. Dus die werkt nu super. Dit is een trick. Alleen jongens, hij is dicht zoals je kunt zien. Hè. Er zit weinig ventilatie in. Daar gaat het niet om. Het gaat hier echt om het biologisch statische bed van de trick. Dit is dus de Red Label met een gepatenteerde kunststof kraag erin en daar zit natuurlijk eronder zit het rubber waardoor je geen lekkage rond je rubber hebt. Er zitten natuurlijk de antidraadalg borstels zitten er in de lengte in. De goot loopt mooi af. Nou, die is ook goed gemonteerd. In zoverre dat die natuurlijk geen is. Zoals je kunt zien, geen water hier blijft staan. Dat is heel belangrijk. Dus de trommel staat mooi horizontaal. Dat gaat helemaal goed. Ondertussen is de kuifveiling volgend. Ga ik nu de bewegend bed aansluiten en de luchtpomp. Doe ik er vast in. Die gaat hierop. Even kijken hoor. Nou, ik heb het systeem even uitgezet om te kijken wat het waterniveau is. Nou, ik kan minimale level heeft hij al, maar de vijver kan nog een centimeter of
zal het zijn? Loopt nog voller. Ik denk 4, 5 centimeter. En hij kan daar ook nog goed 4, 5 centimeter. Dus dat gaat helemaal goed. Dus dan kan ik ook weer de hoogte. Die staat nu op 10 centimeter. Dan spoelt hij bijna niet. Op 5 doen. Ik kan hem ook ietsje lager zetten. Dan komt het ook goed. Kijk, ik laat de kraan zachtjes lopen. De koppeling gaat er nog af. Maar voor nu kan dat wel eventjes. Dus hij loopt heel langzaam nog vol. Ik zal deze weer aanzetten. Ready. En dan loopt die hartstikke mooi. Bewegend bed loopt. De trikkel loopt. Ja, die staat bijna, alle twee staan bijna open. Dus dat is helemaal, alle twee staan bijna helemaal open. Ik weet niet of het te zien is. Hij wijkt eigenlijk bijna niet. Ik denk dat hij nog een beetje kan aangewaterd worden. Hier aan de voorkant. Skimmer loopt goed. Met twee volle kranen open. En goed, ik blijf maar doorgaan. En eigenlijk wil ik zeggen dat dit het einde van dit filmpje is. Later dus, als we de vissen gaan brengen, komt er nog een deel. Als de vijver helemaal afgemaakt wordt, komt er nog een deel. Maar voor nu was dit het filmpje. Deel en like hem alsjeblieft. En abonneer je als je nog niet geabonneerd bent. En ik hoop tot de volgende keer. Hoi hoi!